Leko van Zadelhof heeft kritiek gekregen vanwege zijn geïrriteerde reactie op een roddel over Leontine Ruiters, zijn goede vriendin. Een bekende spion van Yvonne Koldewijer heeft onthuld dat Leontine Ruiters lui zou zijn, omdat ze elke dag tot minstens 1 uur 's middags in bed blijft liggen, wat volgens de spion ongebruikelijk is voor een volwassen vrouw. Deze gewoonte zou voor flinke irritatie zorgen bij haar nieuwe partner John Huiberts. Jan Uriot, een belangrijke figuur bij Weekblad Privé, vindt dat de reactie van Leko van Zadelhof onprofessioneel was. In de podcast Strikt Privé zei hij, Leko van Zadelhof werd door een journalist gevraagd of het waar was, en in plaats van te antwoorden, hing hij abrupt op, dat is gewoon heel vervelend. Jan, die al meer dan 70 jaar in de showbiz meeloopt, weet dat zo'n reactie onhandig is. Het zorgt voor wrijving, legt hij uit. Gooi nooit de hoorn erop, loop nooit weg tijdens interviews, geef gewoon antwoord. Hoe had Leko het beter kunnen aanpakken? Waarom zegt hij niet gewoon, ja, maar daarom is ze ook zo mooi. Dat is haar schoonheidslaapje, toch? Dat zou ik zeggen. Kom met een leuke reactie en gooi niet meteen de hoorn erop. Dat moeten we niet doen. Jan heeft er overigens geen problemen mee als Leontine daadwerkelijk elke dag tot 1 uur 's middags in bed blijft liggen. Nou, heerlijk toch, voor haar? Het is toch onzin? Laat die vrouw lekker slapen. Prima, toch? Mark Koster, de co-host van Yvonne's podcast, vindt het echter verwerpelijk. Sta op en lees een boek of iets dergelijks, briest hij in Nieuwe Revue. Mensen die tot 1 uur 's middags in bed liggen, tellen niet mee. Het is heel persoonlijk, maar ik kan niet tegen luie mensen die de hele ochtend in bed blijven liggen.